samen met Schoolman, met Dijkman, Kok en Meppeling. En met mensen, twee keer voor de week. En we hebben vandaag heel vaak gezien, maar we doen 140 en 149. Dus past al mensen naar Meppeling. Maar dan komt de tijdje hoor, Rob en Dijk op 3. En die krijgt hij aan zijn achterdoel. Laatste avond denk ik, ja hoor. Dijkman heeft die deze middenbocht hier. Gaat door naar de tweede positie. Maar wie is onze koploper? Is het de 149? Ja hoor. Meppeling aan de leiding. Robin Dijk op 2. En daarachter Pascal Mensen in gevecht met Lars Habers. Schoolman zit er ook bij. En op de laatste positie op dit moment Marcel Kok. Het gaat allemaal hard met de mannen hoor. Meppeling aan de leiding. Hij pakt de winst hier. Robin Dijk op 2. En 149 op 3. Pascal Mensen.